Ik ben Paul Smits. Ik ben 61 jaar. Ik ben eigenlijk het grootste deel van mijn leven ben ik werkzaam geweest in ziekenhuizen. Voor een heel groot deel als directeur. En sinds 4 of 5 jaar ben ik iets anders gaan doen. De laatste 3 jaar werk ik nu bij Twentse Gudde Interim Management. En binnen Twentse Gudde Interim Management ben ik degene die het vernieuwingstraject trekt. Dus ik ben ontzettend aan het kijken van wat gebeurt er met interim management, wat gaat er naartoe, hoe ziet er dat over 5 jaar uit en hoe moeten we daarop inspelen. Maar grotendeels is mijn aandachtsveld zijn de ziekenhuizen. Ja, dat is de wereld waaruit ik kom, dus dat is de wereld die ik ken. Als iemand aan mij vraagt van kun je van mij een operatiemanager zoeken, en ik spreek met een paar mensen die daar werken, een paar specialisten, een paar managementmensen of iemand van de werkvloer, dan heb ik wel een lijstje in mijn hoofd van alle interim OK-managers, die ken ik ook allemaal. En dan heb ik heel snel een gevoel erbij van jij past wel en jij past niet. En dat is niet een testje, dat is meer, ja, dat is intuïtie. Ja, en dat komt natuurlijk door mijn jarenlange ervaring. Belangrijkste hobby is op dit moment golf. Past ook bij de leeftijd. En dat vind ik heel erg leuk om te doen, maar daar ben ik ook wel redelijk gedreven in. Ik wil het gewoon wel echt goed doen. Nou, en sinds kort hebben we een boot in Amsterdam, sloep. Nou ja, dat is natuurlijk ook gewoon heerlijk, vrije tijd rondvaren. Ja.